Welkom bij de uitlegvideo van Bosbuit in 3 minuten. Een spel in 3 minuten door de spelletjes vrienden. En hier zie je, je Bosbuit op de tafel leggen. In Bosbuit ga je proberen een zo mooi mogelijk bos te maken waarbij je dieren verbindt met zoveel mogelijk van deze verschillende fruit en andere dingen die je tegenkomt op het bospad. Op het moment dat je aan de beurt bent, mag je één kaart pakken. Dat kan een van deze wegkaarten zijn of dat kan een dierkaart zijn. En op het moment dat je een kaart pakt, moet je ook de actie uitvoeren die er bovenop staat aangegeven. Op het moment dat je de linkerkaart pakt, krijg je de haan. De haan levert aan het einde van het spel, als je hem dan nog steeds hebt, één punt op. En daarnaast ben je de startspeler in de volgende ronde. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld deze zou pakken, dan pak ik de haan. En vervolgens leg ik deze kaart die eronder ligt aan in mijn persoonlijke bos. Nou, op het moment dat je een kaart aanlegt, moet die grenzen aan de kaart die er al ligt. Dus dit mag niet, maar zo zou je hem wel neer mogen leggen. En daarnaast moet je ervoor zorgen dat er niet meer dan één dier per pad is. Dus als ik deze dierkaart zou pakken, dan zou ik die niet hier aan mogen leggen, want dat zorgt ervoor dat er twee dieren op één pad zitten. Nou, mocht het echt niet te voorkomen zijn, dan mag je dat wel neerleggen op die manier, maar dat zorgt er wel voor dat je aan het einde van het spel minder punten hebt. Nou, ik zou deze kaart dus bijvoorbeeld op deze manier aan kunnen leggen. Als ik de tweede kaart zou pakken, dan zou ik een waterdruppel pakken. En die waterdruppel die zorgt ervoor dat je een hogere score krijgt per dier. Die mag je namelijk neerleggen op een van de favoriete eten van dit dier. Dus bijvoorbeeld in deze linkerbovenhoek. Aan het einde van het spel mag het dier namelijk zoveel dingen pakken op de route waar die aan ligt als dit getal hier bij deze stenen aangeeft. Dus in dit geval 2. En daarnaast krijgt hij voor alles wat hij oppakt, krijgt hij de punten die aangegeven staan naast het betreffende goed. Dus als deze aan het einde van het spel punten gaat scoren, dan gaat hij op deze manier over het pad inlopen. lopen. Hij mag maximaal twee goederen pakken en hij pakt de eerste goederen die hij tegenkomt. Dus dit dier zou één aardbei pakken en één eikel. Nou, op het moment dat je dat doet, ga je kijken aan het einde van het spel hoeveel punten dat waard is. Voor de aardbei krijgt hij... 2 punten en voor de eikel krijgt hij ook 2 punten. Dus dit dier zou voor de goederen die hij oppakt 4 punten scoren. Zo'n waterdruppel zorgt ervoor dat hij een punt meer krijgt voor dat betreffende goed. Dus als een waterdruppel hier bij de aardbei ligt, dan krijgt hij voor de aardbei 3 punten. Dus zou dit dier in totaal 5 punten scoren voor de goederen die hij oppakt. Als je deze kaart pakt, dan mag je zo'n steen pakken. En dat zorgt ervoor dat er meer goederen opgepakt kunnen worden door het betreffende dier. Elke steen vergroot het met één, dus dit dier kan nu niet twee, maar drie goederen oppakken. Goed is te weten over de waterdruppels dat die in elke hoek maar één keer mogen liggen. Dus je mag maximaal vier waterdruppels per dier hebben. Nou, bij het meest rechte dier krijg je geen speciaal voordeel, maar dan krijg je dus een extra dierkaart die je neer mag leggen ergens in jouw gebied. Jouw gebied wordt 4 bij 4 en op het moment dat jouw gebied afgerond is en je hebt dus 16 kaarten liggen, dan is het spel afgelopen. Is dat nog niet zo, dan begint er gewoon een nieuwe ronde. Je begint dus met de speler, met deze haan en vervolgens ga je rondom de tafel één voor één kaarten pakken. En als iedereen een kaart gepakt heeft, dan leg je alle kaarten die nog liggen, leg je af, je legt weer vier nieuwe kaarten neer en zo begint er een nieuwe ronde. Op het moment dat je dus 16 kaarten hebt neergelegd, ga je punten tellen. En je kijkt voor elk dier hoeveel punten die oplevert. Dan kijk je dus naar alle goede die die oppakt. Daarnaast hebben de dieren ook nog een basisscore. Zoals deze heeft bijvoorbeeld een basisscore van 2. En mocht je het pech hebben gehad dat er twee dieren terecht zijn gekomen aan hetzelfde pad, dan moet je dus eerst één van die twee dieren afleggen. Nou, je telt het allemaal buiker op en de startspeler krijgt nog één punt als die uiteindelijk de haan is aan het einde van het spel. En degene met de meeste punten, die wint het spel. En dat is alles wat je nodig hebt om Bospijn te kunnen spelen. Mocht je nou nog vragen hebben of een opmerking of ergens een foutje gezien hebben, laat het zeker even hieronder achter in de opmerkingen. En bedankt voor het kijken van deze video en heel graag. Tot de volgende. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden wij blij van. Yay! Wij sparen abonnees, wist je? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Alvast wel. Ja, dat zou echt leuk zijn.